John, staat hier nou een tevreden trainer? Nooit tevreden, wel blij. Dat we 3 punten hebben gehaald hier. En dat we in ieder geval weer klimmen op de ranglijst. Dat was niet zo moeilijk. Je wist dat als je ging punten halen, dat je in ieder geval grote kans maakte. We hebben gelukkig gewonnen. Met name ook gelukkig in de zin van dat Groningen in de eerste helft de beste kans had. Ik denk de tweede helft dat het gelijkwaardig was in de zin van dat wij hadden mogelijkheden. We hadden 1 die maken. En nog 1 met Scamacca waar we de 2 hadden kunnen maken. En als we iets zorgvuldiger zijn in de omschakeling, denk ik dat je daar de wedstrijd had kunnen beslissen. Maar goed, we hebben gevochten, krachten getoond en dat is ook mooi om te zien. Het is geen makkelijke wedstrijd hier in de traditie, getrouw geloof ik, wordt er niet veel gewonnen. Dus dan is het mooi dat je hier 3 punten weghaalt. Wat vond je voorrust van het spel van je eigen ploeg? Nou, het spel was niet goed. Groningen zette ons vroeg onder druk. En wij konden niet tussen de linies echt goed voetballen. Mensen die de bal gingen ophalen, traag. En een paar ballen dan die we er overheen speelden, die werden niet goed gegeven. Dus daar hadden we meer mee moeten doen om het spel, denk ik, te openen, open te trekken. Dus wat meer de diepte zoeken. En dat hebben we de tweede helft wel geprobeerd met Scamacca meer als een aanspeelpunt. En dan Mikey vanaf links, Vito eromheen. En dat ging wel beter. We kregen meer ruimte en we konden daar, wat ik al net al zei, denk ik, hadden we daar meer uit kunnen halen. Maar vind je het dan met al een gestolen zegen? Nou, gestolen. Ik bedoel, voetbal is een raar spelletje. Als je je kansen niet benut, dan weet je dat de tegenstander, die krijgt ook altijd een kans. Nou, we hebben het vorige week zelf gezien. En in andere wedstrijden. Je moet op alle vlakken moet je bij de les blijven. Nou, ik denk dat wij in ieder geval ook de tweede helft verdedigend goed stonden. Weinig hebben weggegeven. Ondanks dat Groningen natuurlijk, en dat is ook logisch, de 1-0 achterstand wil goed maken. Maar ik denk dat de 3 punten voor ons gewoon super belangrijk zijn. Ook in het gedeelte van dat we hebben laten zien dat we karakter hebben getoond. En met elkaar hebben kunnen 3 punten kunnen weghalen hier. Met ook weer een elftal wat toch een aantal plaatsen gewijzigd was. Ja, want uiteindelijk is een overwinning toch het beste medicijn om er weer bovenop te komen. Ja, nee, dat is ook zo. Helemaal nu in zo'n Interlandweek dat je weet van... Dat als je dan ook nog steeds onderaan bungelt met 0 punten, is dat geen fijn idee. Ja, nu sta je op de ranglijst en dan kun je in ieder geval ook, alles staat nog heel dicht bij elkaar. Kun je gewoon, als je nog een redelijke serie maakt, kun je gewoon weer middenin komen. Dat is wat we ook willen. We willen hard werken en we krijgen Vitesse thuis. Dat is de volgende wedstrijd waarin we alles moeten geven om onze eerste thuisoverwinning te behalen. Nou goed, de eerste uitzege is nu een feit, dat is ook een tijdje geleden. Heb je nog een kratje bier of zo in de bus staan om dat te kunnen vieren? Of doen jullie daar niet aan? Nee, dat is zo lang geleden. Dit hebben we waarschijnlijk niet, zijn we niet van tevoren van uitgegaan. Wij zullen niet in de bus zomaar bier gaan drinken. Ik denk dat je als je bier in de bus gaat drinken, dan moet er wel een speciale reden voor zijn. En dat is vandaag absoluut niet het geval. We zijn nogmaals blij met de 3 punten, maar dit is pas het begin.